college van Rijksadviseurs adviseert gevraagd en ongevraagd de regering, breed gezegd, over de ruimtelijke inrichting van Nederland. En de Rijksbouwmeester is voorzitter van dat college. Vroeger was er een hele hoop te bouwen, Rijksbouwmeester. Alleen de overheid bouwt niet meer en als ze bouwt, dan doet ze dat middels consortia, middels de markt. Je ziet dat die rol niet meer is de bouwmeester, maar veel meer het advies aan de diensten richting herbestemming en herinrichting van het landschap, maar ook van de gebouwen. Vorige eeuw, die ik kenschets als de tweede gouden eeuw van Nederland, hebben we ontzettend veel geproduceerd. Vanaf de deltawerken tot, laten we zeggen, de iconografische gebouwen die we overal hebben gebouwd, alle Phoenix-locaties die we hebben gebouwd. We hebben zoveel gebouwd dat we veel en veel en veel te veel hebben gebouwd. Wat blijkt nu er economische crisis is, dat we heel veel leegstand hebben. We zijn ongekend geschoold in al die nieuwe gebouwen, maar we moeten nu eigenlijk weer terug naar die oude gebouwen een nieuw leven voor de toekomst geven. Dat is onze bouwcultuur voor de toekomst. We zitten hier in een gebouw dat ziet er echt fantastisch uit. Het ligt op een unieke locatie in Den Haag. Staat leeg helaas. Daar moeten we een hergebruik voor vinden. We hebben hier met het herbestemmingsteam een week georganiseerd, een week van het lege gebouw. Met studenten van alle universiteiten en academies in Nederland. Ze hebben daar enorm creatief gewerkt in die week om te kijken wat voor mogelijkheden zou dit type gebouwen, en dit gebouw specifiek, kunnen bieden voor het hergebruik. En nu is het aantrekkelijke van dit soort gebouwen dat het hele solide gebouwen zijn, robuuste gebouwen zijn, niet alleen aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant. En het aardige is dat dat de flexibiliteit voor de toekomst in zich houdt. Ik heb jarenlang geleefd in schoolgebouwen, oude schoolgebouwen. Wat is er uniek daarin? Daar kun je een atelier in hebben, daar kun je in wonen, daar kun je je bureau in starten. Geen enkel probleem vanwege de overmaat, vanwege de robuustheid. En buiten dat, als je dit soort bloedmooie details ziet, die worden niet meer gemaakt. We kunnen dat niet meer maken omdat we de kennis niet meer hebben, omdat het peperduur is. Wat het meest interessant is eigenlijk, dat deze 80 studenten, begeleid door hun docenten en door het H-team, dat die ongekend enthousiast waren over deze opgave, dat die allemaal zeer toegewijd waren en dat daar niet eens één kozijn gesloopt is. En dat is fantastisch, want langzamerhand gaan zij ook inzien dat het niet meer gaat over bouwproductie, maar over bouwcultuur. En die cultuur is anders dan die productie. In die gouden eeuw van mij heb ik ongekend veel gebouwd ook zelf. Ik heb daar net zo goed aan meegedaan. En ik zou het heel leuk vinden als deze job ook weer bouwen in zich hield. Maar ik heb eigenlijk met dat herbestemmen en het hergebruik heb ik evenveel bevrediging.